Drie op het oog tevreden heren vandaag in het Rotterdamse stadhuis. Burgemeester Abu Taleb, korpschef Frank Pauw en hoofdofficier van justitie Fred Westerbeke. Hun aanpak lijkt te werken. Succes! Het aantal straatroven is gedaald van 1122 naar 753. De gewelddadige overvallen bij woningen of bedrijven 191 vorig jaar, 134 dit jaar. De woninginbraken die blijven nog wat achter, maar toch wel licht gedaald van 3490 naar 3438. Bij het tegengaan van die inbraken wijst Abu Taleb ook naar de verantwoordelijkheid van de Rotterdammers zelf. Een strip op de voordeur, een strip op de achterdeur, wat betere verlichting, communicatie met de buren, kunnen aanzienlijke schades voor de mensen verbeteren. Een van de oorzaken van de daling lijkt de persoonlijke aanpak, waarbij de criminelen individueel begeleid worden, zodat ze niet nog eens in de fout gaan. Het blijkt namelijk dat daders in de helft van de gevallen opnieuw een misstap begaan. Hoe ziet nou de situatie eruit als je straks vrijkomt? We willen je graag elektronisch blijven volgen, dus je krijgt een elektronische enkelband om te kijken of het wel goed met je gaat. Maar tegelijkertijd gaan we kijken of er mogelijkheden zijn om te geleiden naar werk, of er een woning is, of er inkomen is, zodat zo iemand niet buiten de gevangenisdeuren onmiddellijk in de problemen komt, omdat hij eigenlijk geen mogelijkheden heeft om fatsoenlijk te bestaan. De komende jaren wordt deze persoonlijke aanpak voortgezet. Een optimistisch beeld is vandaag over de veiligheid in de stad. Zou de criminaliteit eigenlijk nog veel verder kunnen dalen? Rotterdam blijft tenslotte een wereldstad waar altijd wel iets gebeurt. Ik denk dat er nog steeds mogelijkheden zijn om de criminaliteit verder terug te dringen. Maar er komt op een gegeven moment wel een punt waarin je in een grote stad als in Rotterdam aan de grens komt van datgene wat je er nog uit kan halen.